vandaag Gods woord overdenken in het evangelie van Matteüs. Matteüs 9, vers 9 tot 13. Maar ik wil beginnen in Lucas hoofdstuk 18. Daar lezen we een korte gelijkenis die de Heere heeft uitgesproken. Lucas 18, vanaf vers 9. Lucas 18, vanaf vers 9. En hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren, en alle anderen minachten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10de van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelf zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg zich op de borst en zei: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, zegt Jezus, deze man ging gerechtvaardig terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En dan lezen we Matteüs hoofdstuk 9... vanaf vers 9. En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Matteüs heette. En hij zei tegen hem: volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in het huis van Matteüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen: waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus, die dat hoorde, zei tegen hen: wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent: ik wil barmhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Tot zover. Matteüs 8 en 9, 2 hoofdstukken. Wat gebeurt er als mensen Jezus ontmoeten? Dat zie je in voorval na voorval. Allerlei mensen op allerlei manieren, met allerlei aanleidingen, die in aanraking komen met deze Heer. En er gebeurt van alles. En telkens openbaart de Heer zijn macht en zijn gezag. En dat is heel bijzonder. Macht en gezag zijn onder ons heel vaak nogal besmette woorden, verdacht. En heel terecht ook vaak. Want macht en gezag worden vaak op een verkeerde manier gebruikt. Maar hier zie je macht van een totaal andere orde. Zo verbonden aan de persoon van de Heer. En daarmee vrijmakend. Mensen genezend, oprichtend, zuiver. En ook als we deze verse met elkaar gelezen hebben, dan treedt opnieuw de macht en het gezag van de Heer Jezus heel duidelijk naar voren. Als de Heer uit het huis gaat waar de genezing van de verlamde man heeft plaatsgevonden, daarvan lezen we in de eerste 8 versen van dit hoofdstuk, dan wandelt Jezus langs de oever van het meer van Galilea en er loopt een menigte mensen met hem mee, zegt Marcus, en ze luisteren naar zijn onderwijs.
En onderweg komen ze langs het tolhuisje van de stad Cafarnaüm. Cafarnaüm ligt aan het noordwesten van het meer van Galilea. En daar loopt een belangrijke handelsweg langs. Naar het noordoosten gaat hij door tot Damascus in Syrië. En in het zuidwesten loopt hij door tot in Egypte. Cafarnaüm is ook een grensplaats. En wat gebeurt er als je de grenzen van het ene gebied naar het andere gebied overgaat en je hebt je handeltje bij je, dan moet je tol betalen. Invoerrechten voor datgene wat je bij je hebt. En het waren de tollenaars in de dienst van de overheid die dan dat geld inden. En dat was enerzijds een heel gewild baantje, want je kon er makkelijk behoorlijk rijk van worden. Gewoon meer geld vragen dan wettelijk was vastgesteld. En dat gebeurde op grote schaal. Tollenaars waren in de regel corrupt. Ze persten mensen af. En het systeem leende zich daar eigenlijk heel goed toe. Je sprak met de overheid af dat je een bepaald bedrag zou binnenbrengen. En wat je daarbij voor jezelf nog verder in je zak stak, daar had de overheid verder helemaal geen boodschap aan. Dus een systeem wat zich heel makkelijk leende voor corruptie en afpersing. En daarom waren de tollenaars in Israël ook gehaat. Je leest eigenlijk in de literatuur van die tijd nooit iets positiefs over ze. En daarnaast waren ze ook veracht. Want ze werkten samen met de Romeinse overheid. Ook in het ophalen van belastinggeld. En dan moet je diezelfde verachting voorstellen als wat er in de Tweede Wereldoorlog is gevoeld bij mensen, wanneer ze het hadden over NSB'ers, die ook met de Duitse bezetters samenwerkten. Dus gehaat en veracht en daarbij voor de vrome Joden ook nog onrein. Want tollenaars werkten soms ook voor de Romeinse overheid op de Sabbat, de Joodse rustdag. En ze gingen ook veel om met de Romeinen. Dat moest natuurlijk vanuit hun beroep. En die omgang met de heidenen maakte ze in de ogen van de vrome Joden ook nog onrein. Dus zo iemand is Matthäus. Marcus en Lucas vermelden ook deze geschiedenis. Maar bij hen heet Matthäus Levi. Dus blijkbaar iemand met twee namen. Levi, Matthäus. Misschien wel een naam die de Heer Jezus hem gegeven heeft. Het betekent geschenk van God. En je merkt dat in de ontmoeting tussen Matthäus en de Heer, dat opnieuw de macht en het gezag van de Heer naar voren treedt. Vers 9. En Jezus ging vandaar verder en zag iemand bij het tolhuis zitten die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. Dus daar zit Matthäus. Gewoon bezig met zijn tollenaarswerk. Centen tellen waarschijnlijk. Zou hij iets geweten hebben van Jezus? Dat is zeer waarschijnlijk. Er waren in Cafarnaüm vele wonderen gebeurd. Van genezing, van bevrijding. Daar moet hij vast iets over gehoord hebben. De Heer heeft zijn onderwijs gegeven. Misschien heeft Matthäus dat zelf wel opgepikt en heeft hij ertussen gestaan terwijl de Heer zijn onderwijs gaf. Anders heeft hij dat wel uit de tweede hand vernomen. Maar nu komt er toch een heel beslissend moment in zijn leven. Wanneer de Heer tegen deze corrupte, gehate en verachte outsider in Israël zegt, volg mij. En zo groot is de macht en het gezag van Jezus, dat daar op dat moment Matthäus opstaat, alles achter zich laat, zegt Lucas, en Jezus begint te volgen. En dit is een heel dramatisch moment. In hoofdstuk 4 lezen we van de eerste vier discipelen die worden geroepen. Simon, die de naam Petrus krijgt, en Andreas, zijn broer. En nog twee andere broers, Jacobus en Johannes. Alle vier vissers. Maar terwijl zij als vissers nog wel eens hun beroep uitoefenen en dat bijvoorbeeld na Pasen ook nog wel doen, zou Matthäus niet meer kunnen terugkeren naar zijn oude beroep.
Hij staat hier op, laat alles achter zich, om voor de rest van zijn leven de Here te volgen. En nu is hij ook zijn baan kwijt. Vanaf nu is hij ex-tollenaar. Want al werd je dus een paria voor je volksgenoten, het was wel een baan waar je gewoon heel veel geld mee kon verdienen. En dat kan gewoon een enorme sterke drijfveer zijn. Is er wat dat betreft iets nieuws onder de zon? We zien ook vandaag mensen die bereid zijn om hun geweten te dempen en dingen te doen waarvan ze weten dat het heel erg verkeerd is. Maar het brengt gewoon heel veel geld op. Waarom zijn er dieven die zich vergrijpen aan het bezit van anderen? Waarom zijn er pooiers die vrouwen voor zich laten werken? Waarom zijn er mensensmokkelaars die vluchtelingen in gammele bootjes stoppen met het gevaar van verdrinking? Waarom zijn er managers die torenhoge bonussen vragen, terwijl personeel ontslagen moet worden? De zucht naar geld is gewoon een hele sterke drijfveer die mensen kan aanzetten tot dingen waarvan ze weten dat het niet goed is. En hier is Matthäus. Hij breekt met zijn zondige leven. Jezus roept mensen uit de duisternis tot zijn licht. En ze komen tot hem. Ze gaan de Heer volgen. Ze horen voortaan bij hem. En ze staan in zijn dienst. Deze Matthäus schrijft later zelfs dit evangelie. En daarmee is hij ook voor ons een godsgeschenk geworden. Even later richt Matthäus een maaltijd aan. Zo zeggen Marcus en Lucas het heel duidelijk. En ook Jezus en zijn discipelen zijn uitgenodigd. En ook de vrienden en de collega's van Matthäus zijn erbij. Je zou kunnen zeggen, dit is eigenlijk een heel goed voorbeeld van netwerkevangelisatie. Matthäus doet echt de moeite om, nu hij een volgeling van de Heer Jezus is geworden, om zijn vroegere relaties in contact te brengen met Jezus en zijn discipelen. En wat is er beter dan maar een feestje op poten te zetten? Waarschijnlijk past niet iedereen in het huis, dus het wordt voor een deel ook een tuinfeest. Allemaal prima, feestje. Met elkaar gezellig eten en drinken. En wat gebeurt er dan? Vers 11. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen: waarom eet uw meester met de tollenaars en de zondaars? De fariseeën waren de meest orthodoxe groep onder de Joden van die tijd. Het was een minderheid in Israël, maar ze hadden veel invloed. Want ze stonden gewoon heel hoog in aanzien bij de rest van de Joden. En voor de fariseeën stond dit vooral bovenaan. Heel nauwkeurig, heel nauwgezet leven naar de wet van Mozes. En daarvoor hadden ze uit de traditie van de ouderen heel veel extra regels opgesteld om het volgen van de wet van Mozes zo goed mogelijk te doen. Bijvoorbeeld het Sabbatsgebod, daar hadden ze 30 extra regels bij opgesteld. Heel precies wat je op de Sabbat allemaal wel of niet kon doen. 30 extra regels, zodat je dat Sabbatsgebod zo goed mogelijk kon houden. En door zich zo aan die regels te houden, die extra regels ook vanuit de traditie, wilden ze rechtvaardig voor God leven. En hoe belangrijk is het dan om te zorgen dat je niet verontreinigd wordt door verkeerde dingen aan te raken of door met verkeerde mensen om te gaan. Dus eigenlijk op het hele gebied van het leven waren er allemaal nauwkeurige regels, wat raak je aan en wat vooral raak je niet aan? Wat eet je en wat vooral eet je niet? En als je eet, dat je dat dan vooral doet met gewassen handen en met gewassen voorwerpen, ritueel gewassen. Met welke mensen eet je en met welke mensen vooral niet? Enzovoort, enzovoort. Door heel goed op te letten,
ontloop je zo het risico om jezelf te verontreinigen. Want als je onrein bent, dan kun je natuurlijk niet rechtvaardig zijn voor God. En deze fariseeën zien dus Jezus samen eten, samen met zijn discipelen, samen met Matthäus en zijn kameraden. En ze zijn daarover zeer verontwaardigd. Wat? Dat kan toch niet? Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Kijk wat Jezus hier doet. Hij eet met tollenaars. Maar in onze cultuur is samen eten iets vriendschappelijks. Iets gemeenschappelijks. Dan smeed je eigenlijk banden met elkaar aan tafel. En hoe kan hij dat doen met dit soort mensen? Tollenaars. Toch met recht en reden gehaat en veracht onder ons. En wie zitten daar nog meer aan tafel? Zondaars. In alle soorten en maten. Luidjes die overduidelijk niet nauwkeurig leven naar Gods wet. Maar hun leven zit vol met foute zaken. Hoe kun je met dit soort mensen omgaan? Want waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. En wat de fariseeën betreft, hier gaan de wegen echt uiteen. Door dit te doen, plaatst Jezus zich wat hun betreft in het kamp van de zondaars, van de verkeerde mensen. En daarom willen ze ook niks meer met hem te maken hebben. Ik denk dat het goed is dat ik iets meer zeg over de fariseeën. Want juist ook in het evangelie van Matthäus vindt heel vaak de confrontatie plaats tussen de Heer en juist ook deze groep vrome, orthodoxe Joden. En dat is toch zeer opmerkelijk. Waar Jezus heel vaak mild is voor mensen. Geduldig, vriendelijk, ook van zichzelf zegt: ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dat ook telkens weer laat blijken in het contact met mensen. Zo vaak, hij was met ontferming bewogen. Dat is als het ware zijn normale habitus naar mensen toe. Met ontferming, medelijden bewogen. En dan vraag je af, waar komt het dan vandaan dat de confrontatie met de fariseeën juist zo fel is? Dat Jezus boos wordt, juist waren deze vrome, orthodoxe groep in Israël betreft. Waar komt dat nou vandaan? En ik denk dat je moet zeggen dat fariseïsme niet alleen maar iets is van Israël daar en toen, maar dat het ook iets is wat als een donkere schaduw de kerk van Jezus Christus de afgelopen 2000 jaar begeleid heeft. Juist onder serieuze toegewijde mensen. En in staat is om het leven met God te vergiftigen en te maken tot iets wat het nooit had moeten zijn. Paulus zegt in 2 Timotheus 3, vers 5, dat er mensen zijn die met een schijn van Gods vrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Een schijn van Gods vrucht. Maar ze hebben de kracht van Gods vrucht verloochend. Dus ze lijken eerbiedig met God en voor God te leven. Maar in feite is het dor en doods en koud en hard. Fariseïsme is wetticisme. En je zou kunnen zeggen dat de fariseeën in de tijd van Israël toen een concrete vorm zijn van wat wetticisme is. En dat is iets wat je in 2000 jaar kerkgeschiedenis evenzeer goed ziet. Maar de fariseeën maken drie fatale denkfouten. Drie fatale denkfouten die eigenlijk ook heel erg met elkaar samenhangen. En die fouten zijn ook in de geschiedenis van de kerk tot nu toe steeds weer gemaakt. Ten eerste, ze lokaliseren het kwaad, de zonde, vooral buiten zichzelf. Zonde, kwaad,
dat zit daar. Bij dat soort mensen. Maar niet hier, niet bij ons. Wij zijn de good guys. En dat zijn de bad guys. Eigenlijk iedereen die valt buiten de eigen groep. Ga niet met zulke om, want je wordt ermee besmet. Dus voor de Farizeeën waren dat natuurlijk alle heidenen. En ook alle Joden die het niet zo nauw namen met de wet van God. Ten tweede, ze maken de dienst aan God vooral een uiterlijke gelegenheid. Aangelegenheid. Het komt aan op je zichtbare gedrag. Op wat je doet en vooral wat je niet doet. Met wie je omgaat en vooral met wie je niet omgaat. Met wat je eet en aanraakt en vooral wat je niet eet en aanraakt. Hoe vaak je bidt en vast, hoe precies je je tiende geeft, maar het is eigenlijk allemaal uitwendig, buitenkant. En daardoor ook controleerbaar. Je kan heel goed je eigen prestaties bijhouden. Van jezelf, maar ook van anderen om je heen. En dat leidt tot trots aan de ene kant of verachting aan de andere kant. Trots, kijk eens hoe goed ik het wel doe. En verachting voor die mensen die het niet zo goed doen. De zondaars. Denk aan het voorbeeld van die Farizeeën uit de gelijkenis van de Heer in Lucas 18. En ten derde, ze maken van de wet van God vooral iets defensiefs. De wet en al die extra regels vanuit de traditie, die bestaan voor Farizeeën vooral uit verboden. Het gaat erom wat je vooral niet moet doen, niet mag doen. En met Gods wet in de hand was hun strategie dus vooral de strategie van de terugtrekkende beweging, de afscheiding. Zodat je niet verontreinigd wordt. Dat was in hun ogen de ware dienst aan God. Farizeeën betekent ook de afgescheidenen. Nou, wat nu de Heer in de confrontatie met hen laat zien, is dat dit inderdaad een fatale, foute manier van denken is, waardoor hun dienst aan God een schijngodsdienst wordt. Want ten eerste, het kwaad, de zonde, moet je niet lokaliseren vooral buiten jezelf, maar zit ten eerste, ten diepste, heel diep van binnen in jezelf. En je ziet dat ook in Matteüs 15, een twistgesprek met de Farizeeën. En dan gaat het om het eten met ongewassen handen of met gewassen handen. En dan zegt de Heer heel duidelijk, niet wat de mond binnenkomt maakt de mens onrein, maar wat de mond uitgaat maakt de mens onrein. Want dat komt uit het hart. En dat is wat de mens onrein maakt. En dan vers 19 en 20 van Matteüs 15. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen. Alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Het kwaad zit diep van binnen. En je hebt de genade van God nodig om je daarvan te verlossen. Ten tweede, je redt het niet met die concentratie op het uiterlijke alleen. Daarvoor zit dat probleem van het kwaad te diep in je innerlijk. Alleen de genade van God kan je daarvan vrijmaken. En de Heer laat het voorbeeld zien in Matteüs 8, 6, vers 1 tot en met 18, waar hij drie voorbeelden geeft van dienen van God. En dan heeft hij het over de huichelaars die hun tiende geven, maar op een manier zodat iedereen ziet hoeveel ze geven. En ze bidden, maar dat doen ze op de hoeken van de pleinen, zodat iedereen ziet hoe goed ze wel kunnen bidden. En ze vasten 2 maal per week, maar dan lopen ze rond met een somber gezicht, zodat iedereen kan zien hoe goed ze wel aan het vasten zijn. En de Heer zegt, huichelaars,
Want het zijn diensten die gedaan worden niet om God te dienen, maar om de eer van mensen op te strijken. Je kan zo een vrome buitenkant opzetten, maar die buitenkant maakt je nog niet innerlijk vrij van hoogmoed, van begeerte, van kwaadaardigheid, van lust, van tomeloze ambitie en van geldingsdrang. Ten derde, ze maken van Gods wet iets defensiefs. Die terugtrekkende beweging, doe dit niet, doe dat niet, zus en zo, doe dat allemaal niet. Terwijl de wet gegeven was om ons aan te zetten tot een offensief van liefde. De geboden in de wet, doe dat zodat je God en mensen lief hebt. En de verboden van de wet, doe dat niet, want dat hindert de stroom van liefde. Dus doe wat de liefde bevordert. Doe niet wat de liefde hindert. Dat zijn de geboden en de verboden. Het is niet moeilijk voor de Heer dat wanneer men hen vraagt, vat voor ons de wet van God samen in de kern. Dat hij dan zegt, Matteüs 22, vers 39, heb de Heere uw God lief. Met geheel uw kracht en heel uw ziel en al uw verstand en uw naaste als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en al de profeten. Het komt hier werkelijk op aan. God en mens liefhebben. Dat is de wet. Daar komt het op aan. Een krachtig offensief van liefde. Daarom is de Heer zo scherp tegen de fariseeën. Matteüs 23, vers 23. Wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Want jullie geven tiende van de munt en de dille en de komijn. Maar het belangrijkste van de wet hebben jullie verwaarloosd. Recht, barmhartigheid, trouw. Dit moest men doen. En het andere niet nalaten. Blinde wegwijzers zijn jullie die de mug uitziften, maar de kameel doorslikken. Het belangrijkste zien jullie over het hoofd. Dan gaan we dan terug naar Matteüs 9. En gaat de Heer nu antwoord geven op die scherpe aanval van de fariseeën? Dan zet hij met dat antwoord eigenlijk al de overtuigingen van de fariseeën helemaal op hun kop. En hij zegt iets fundamenteels over hen. En hij zegt iets fundamenteels over zijn missie waarvoor hij in deze wereld is gekomen. En daarmee zijn vers 12 en 13 van dit hoofdstuk hele belangrijke verzen in dit evangelie. In verband met de fariseeën zegt hij, vers 13, maar ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer. En dit is een citaat uit het boek van de profeet Hosea. Wat is er aan de hand in het boek Hosea? God neemt daar het woord en spreekt met zijn volk. En hij zegt, ik heb jullie bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik heb jullie veilig bewaard op reis door het beloofde, naar het beloofde land. Ik heb jullie dat land gegeven om te wonen en te genieten. Ik heb een verbond met jullie gesloten dat ik jullie God zou zijn en jullie zijn mijn volk. Ik heb jullie een goede wet gegeven met goede leefregels en grote beloften in het vooruitzicht gesteld. Maar volk van Israël, jullie beantwoorden mijn liefde niet met wederliefde. Liefde tot God en tot elkaar. Ik riep jullie tot een offensief van liefde, maar jullie zijn de weg helemaal kwijt. En wat nog het ergste daarbij is, is dit. Je hebt het nog geen eens door ook. Want uiterlijk lijkt alles dik in orde. De ceremonies en de feesten zijn picobello voor elkaar. De offerdienst precies zoals het hoort. De tempel
netjes in de verf. Tempelplein keurig aangeveegd en aangeharkt. Dus de buitenkant is dik in orde. Maar het blijft hangen in uiterlijkheden. Jullie hart is er niet meer bij. Ik zoek recht en barmhartigheid en trouw, maar jullie zijn afvallig geworden. Maar volk van mij, ik zoek niet buitenkant alleen. Ik zoek jullie hart. Ik wil barmhartigheid. En niet alleen maar offers. Precies keurig op tijd. In precies de juiste hoeveelheden. Barmhartigheid, recht, trouw. Dat zoek ik bij jullie. Dus met andere woorden, als de Heer die tekst uit Hosea 6 vers 6 aanhaalt, dan zegt hij hier dus tegen de fariseeën niet, jullie zouden eigenlijk wat meer bewogen moeten zijn met zondaars, maar het gaat eigenlijk nog veel dieper. Fariseeën, jullie zijn even afvallig als het volk in de tijd van Hosea. Ook bij jullie draait het om buitenkant, om ceremonies, om regels die extern zijn. En het hart is er niet meer bij. Het feit dat jullie zo koud en hard oordelen over zondaars, laat zien dat jullie hart niet is gevuld met liefde voor God en mensen. Jullie houding tegenover de zondaars laat zien wat de gesteldheid van jullie hart te zijn. En dit zet werkelijk alles op de kop. Hun zelfbeeld gaat op dit moment helemaal aan gruzelementen. Fariseeën, zegt de Heer Jezus, jullie zijn even afvallig als het volk in de tijd van Hosea. Wel de buitenkant heel vroom, maar het hart is er niet meer bij. Regels, regels, regels. Maar de liefde van God heeft geen wederliefde in jullie hart gewekt. Dit is niet een diplomatiek antwoord. Het is heel scherp. Maar het is ook wat ze nodig hebben. Want ook zij moeten het tweede deel van het antwoord horen. Het is ook voor hen. En ook dat gooit eigenlijk alles overhoop. Want wat was de verwachting in Israël als de Messias zou komen? Wat zou hij doen als hij zou komen? En je hoort het eigenlijk al in de prediking van Johannes de Doper. Als hij komt, dan zal hij de goeden belonen. Maar de kwaden zal hij straffen. Hij zal ze verbranden met onuitblusbaar vuur. De wan is in zijn hand. Hij zal het oordeel uitspreken. Bij wijze van spreken, ze stuk slaan als pottenbakkerswerk. Iemand die voor een porseleinkast gaat staan met een honkbouwknuppel en zich dan eventjes uitleeft op die porseleinkast. Zo moet je dat voorstellen. Als de Messias komt, dan gaat hij oordelen. Maar de Heer Jezus zet die verwachting helemaal op de kop. Niet alleen wat die fariseeën over zichzelf dachten, maar ook wat ze dachten over de Messias als hij zou komen. En hij zegt tegen ze, vers 12, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. En dan vers 13b, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Dus de Heer zegt, ik ben niet gekomen om een streep te trekken tussen de good guys aan de ene kant en de bad guys aan de andere kant. En de goeien zal ik belonen en de slechten zal ik straffen. Want ik trek die streep niet. Voor mij zijn ze allen ziek. En ik ben gekomen als geneesheer voor zieken. En de spannende vraag is, wil je die ziekte erkennen? Wil je bereid zijn om te erkennen dat je deze dokter nodig heeft? Dat is de spannende vraag. Terwijl de Heer zo rondgaat in Israël. En daar valt de scheiding, zou je kunnen zeggen. Wie wil het erkennen en wie niet? Hij is gekomen als de grote geneesheer. Hij is gekomen
voor zieken. En het is al gezegd tegen de kinderen, als je je lekker fris en fruitig voelt, ga je niet naar de dokter. Waarom? Dat is niet nodig. Dat doe je alleen als er iets loos is. Als er wat mankeert. Maar de Heer zegt, voor zulke ben ik gekomen. En die beeldspraak verlatende, zegt hij het heel duidelijk. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Dus waarom zit ik aan tafel met die tollenaars en die zondaars? Ze hebben inderdaad door hun levensstijl zich voor God gedisqualificeerd. Inderdaad. Ze zijn gevangen in een verkeerde manier van leven. Levenspatronen hebben ze waar ze niet uitkomen. Ze zijn verontreinigd en getekend door wat ze allemaal uitgespookt hebben in hun leven. Ziek van zonde en schuld, belast en beladen, vermoeid en overwonnen en ingehaald door hun zelfgerichtheid en hun egoïsme en hun zonde. Farizeeën, daarin hebben jullie helemaal gelijk. Maar de Messias van God gezonden is juist voor zulke mensen gekomen. En ik trek geen streep tussen de goede en de slechte, want allemaal zijn het slechte. Ook jullie, Farizeeën. Maar ik ben de grote geneesheer. Voor wie ziek zijn van zonde en schuld, die kan ik genezen. Een nieuw begin geven. Een nieuwe positie bij God. Maar wie denkt van zichzelf goed genoeg te zijn, die ga ik voorbij. Die heeft geen deel aan mij. En eigenlijk gaat alles op de kop. Bij de Farizeeën, bij de mensen die het toen hoorden. En over de hoofden van de mensen die het toen hoorden, komt het zo ook naar ons toe in onze tijd. En gaat eigenlijk ook ons zelfbeeld helemaal op de kop. Onze verwachting van wie Jezus is en wat hij is komen doen. Want een vraagje, kun je het vromer krijgen dan de Farizeeën? Nee, vromer bestaat niet. Maar zelfs zij, onrechtvaardig voor God. Want ook al schilder je 100 keer een vrome buitenkant voor jezelf op, dan nog van binnen blijf je zitten met duistere motieven die borrelen en bruisen in je hart. En onder de waterlinie kan er van alles spelen en niemand ziet het aan je af. Begeerte, kwaadaardigheid, wraakzucht, woede, ambitie, overspel. Het kan er allemaal zijn. Terwijl je staat te preken. Je hebt de genade van God nodig. Anders kom je er niet vrij van. Onverbeterlijk, instinctief, zoeken we onszelf en onze eigen eer. En uiterlijk kan het keurig lijken, maar het is het niet van binnen. We hebben allemaal de grote geneesheer nodig. Beter dan Matthäus en zijn kameraden zijn we niet. En we worden het ook niet. Nooit. Maar voor zulken is de Heer gekomen. Als dit een eigen gebouw zou zijn van jullie. Het is het niet, maar stel je voor dat dit een eigen gebouw zou zijn. Dan zouden jullie eigenlijk bij de ingang een bordje moeten opspijkeren zondagmorgen. Hartelijk welkom. Treed binnen. Alleen voor zondaars. Alleen voor zondaars. Dat is wat de Heer hier zegt. Hartelijk welkom. Vrije toegang. Voor zondaars, voor zieken. En net als bij Matthäus is het niet zo dat de kerk eigenlijk vol zit met zieken die toch op enig moment de stem van de goede herder hebben gehoord. En zo groot is zijn macht en gezag, dat toen wij zijn nodiging hoorden, kwamen we tot hem. Zijn we opgestaan,
hebben we net als Matthäus de boel achter ons gelaten. We zijn de Heer gaan volgen om niet meer terug te keren naar ons oude leven. Matthäus de tollenaar werd een apostel in dienst van de Heer en hij schreef een evangelie. En zo mogen wij leven voor Jezus. Vergeven, genezen, gerechtvaardigd, verzoend, innerlijk vernieuwd, door de Heilige Geest aangedreven om volgelingen van Hem te zijn, geroepen tot een offensief van liefde, barmhartigheid en trouw, daar op die plaats waar we door Hem gesteld zijn, als geschenken van God, net als Matthäus. Amen.